uit de schatkamers der middeleeuwen. Onder deze naam wordt in het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling gehouden van Rijnlandse en Neder-Saxische kunst uit de periode van de 10e tot de 15e eeuw. Een expositie die een indrukwekkend beeld geeft van het meesterschap der middeleeuwse kunstenaars. De uit Keulen afkomstige schrijn van de heilige Heribert, een houten kast bedekt met religieuze voorstellingen in verguld zilver en geëmailleerd koper. Een boekband die in de 12e eeuw vervaardigd werd. In het midden een kruis bezet met kameeën en edelstenen. In het boek zijn op perkament de evangeliën geschreven. Een eikenhouten beeld van de apostel Johannes, dat dateert uit 1469. De 900 jaar oude houten deuren van een door de oorlog verwoeste kerk in Keulen. Bijzonder schoon zijn de voorstellingen in relief die het geheel tot een der mooiste beeldhouwwerken der middeleeuwen maken. De beroemde schilder Stefan Lochner schiep omstreeks het midden der 15e eeuw dit drieluik, een altaarstuk van de Dom van Keulen. En tenslotte een omstreeks het jaar 1000 gemaakte zevenarmige kandelaar, een getrouwe nabootsing van de kandelaar die eens in de tempel van Jeruzalem stond.